Gijs, dat is weer even wennen, hè? Elkaar aanspreken met het publiek erbij. Ja, soms dan loop je te schreeuwen, maar ja, dan hoor je elkaar niet. Maar nee, dat is alleen maar leuk dat iedereen er weer is. En ja, dat sfeertje, ja, nu waren het 12.000 geloof ik, hè? Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, als je in de tunnel staat, dan hoor je het al een beetje. Wat is dan je gevoel? Nou, met dat You Never Walk Alone, dan is het al fantastisch, weet je, dat je dat dan allemaal hoort en dat iedereen meeblaart en zingt. En ja, dat geeft je gewoon een boost als team zijnde. En nee, gewoon echt hartstikke mooi dat iedereen er weer kan zijn. En ik kijk uit naar de 30.000. Nou, laten we het even over de wedstrijd hebben. 1-0 verlies tegen Lazio. Ja. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Nee, je verliest er met 1-0 en dat is balen. Ik denk dat er meer in gezeten had. De eerste 20 minuten ja, begonnen zij te stormen en ja, was het een beetje aftasten. En na 2 minuten lag je er volgens mij al in. Ja, daar baal je ontzettend van. En ik denk dat je als groep daarna goed hebt pakt. Zo tegen de tweede helft, laatste 20 minuutjes, nou, ja, begonnen we beter te voetballen. Zochten we de goede ruimtes, wisten we de vrije man te vinden. Ja, en dan zie je dat het ook tegen Lazio ook kan. Dus ja, wat dat betreft kan je op zich prima terugkijken. Het resultaat is minder. Tweede helft vond ik ons voetbal ook wel prima, wel goed. Een paar goede kansen gecreëerd. Nou, jammer dat je hem niet weet af te drukken. En dat je er nog een gelijkspel of misschien zelfs wel wint. Want ik denk dat je tweede helft niks meer weggeeft, geen kans meer weggeeft. Ja, en dat is de zaak om hem tegen die touw te jassen. Ja, dat lukt nog niet zo heel makkelijk. Nee, ja, waardoor het komt, weet ik niet. We creëren genoeg, denk ik. Misschien moeten we nog vaker schieten in plaats van weer afleggen of wat dan ook. Maar nou ja, we bewaren de goals voor volgende week. De voorbereiding zit er nu officieel op. Ja. Hoe kijk je terug op de hele voorbereiding? Ja, we hebben hard gewerkt. We zijn een fitte groep. Ik denk dat we ook een hele goede groep bij elkaar hebben. Mede door het goede werk van Jan Strooyer natuurlijk. Dus ja, ik denk dat we vol goede moed Fortuna tegemoet kunnen zien. En ja, nu is het zaak om te scoren en wedstrijden te winnen. Dankjewel, tot volgende week. Tot volgende week.